Het is ontzettend spannend hier in Heerlen, want in de peilingen vooralsnog was er één zetel voor de lokale partijen. Maar ja, er is nog een lokale partij, Lokaal Limburg, dus gaat die dan inderdaad naar de Volkspartij? Of misschien is het helemaal niks vandaag? We vragen aan Vincent Zwijnenberg, die volgens mij zelf beter hoop heeft, meneer Zwijnenberg, want ja, een hele spannende dag natuurlijk. Waarom zit u eigenlijk trouwens niet gezellig bij Theo Bovens, die de hele avond in het gouvernement blijft, zo hebben we net gehoord? Waarom zit hij hier in Heerlen? Dat zou natuurlijk heel erg voor de hand hebben gelegen, maar wij hebben gezegd, we zijn in de campagne op zoek gegaan naar de verbinding met de Limburgers, naar de verbinding met de kiezers. En dan moet je denk ik niet je verkiezingsavond organiseren op het gouvernement, maar dan moet je die tussen de mensen organiseren. En dat is de reden waarom wij deze locatie hebben gekozen, midden in de stad Heerlen. Maar impliceert het dan dat u zegt van goed, in het gouvernement dan zit je per definitie niet tussen de mensen? Dat bevestigt die afstand tussen politiek en publiek? Als ik kijk naar de opkomstpercentages en wellicht krijgen we ook vanavond wat negatieve berichten op dat vlak. Ja, dan moet je toch constateren dat er een forse afstand is tussen kiezer en het provinciaal bestuur. Het lijkt u ook nog niet te lukken om die kiezers te mobiliseren voor de provincie? Dat blijft inderdaad heel erg lastig. Wij hebben in ieder geval een duidelijke boodschap gehad op dat gebied. Wanneer bent u tevreden? Met welke uitslag? Vanaf dag 1 heb ik aangegeven dat we op nul zijn begonnen. 2 december 2014, ruim 3 maanden geleden, zijn we opgericht. Dus dat betekent dat elke zetel er eentje is. Maar ik zou het een fantastische entree vinden in Provinciale Staten als we de avond kunnen beëindigen met een zetel, 2 zeteltjes. In de peilingen volgens nog op 1 zetel. Hè? Wat zijn er signalen voor u dat het meer zou kunnen worden? Ja, ik vind peilingen buitengewoon lastig. Zeker wanneer een nieuwe politieke groepering moet worden gepeild. Populaties zijn meestal verouderd. Hè? De kring van kiezers waarin naar voorkeuren wordt gevraagd. Ik ben benieuwd wat het voor ons uiteindelijk gaat opleveren. We hadden natuurlijk 4 jaar geleden de bonus achter het gordijntje voor de PVV. Dat mensen eigenlijk in de peilingen niet echt durfden te zeggen dat ze PVV stemden, maar dat toch deden. Hoopt u daar ook een beetje op met de Volkspartij? Nee, wij zijn niet van de achterkamertjespolitiek. Ik hoop dat mensen op een positieve wijze hun keuze voor de Volkspartij Limburg hebben gemaakt. Voor ons is het heel erg belangrijk nu een entree te krijgen. En dat zou denk ik een hele mooie opmaat weer zijn na 4 jaar heel hard werken de komende tijd na de verkiezingen van 2019. Ik denk dat daar het met name ons moet lukken om een definitieve verbinding te kunnen maken met de Limburgse kiezer.